Ik ben een nieuwsgierig mens. Dus ik vind het heel leuk en ook heel interessant om bijvoorbeeld een diverse vriendengroep te hebben. Daar word je een rijke mens van. Ik ben Peter. Ik werk als Manager Learning Solutions bij Noordhof Beroepsonderwijs. Ik ben Mirjam, ik werk als uitgever bij Basisonderwijs. Een jaar geleden heeft Peter op intranet een bericht geplaatst over diversiteit en inclusie. Het was eigenlijk een oproep. Ik woon zelf samen met een man al 10 jaar, gaan in oktober trouwen. Ik vind het heel fijn dat ik anders mag zijn dan anderen. De oproep was, laten we ervoor zorgen dat dat nog veel meer normaal wordt. Dus wil je daaraan bijdragen, meld je dan bij mij. En toen dacht ik, daar wil ik graag aan meewerken. Ik vind het een belangrijk onderwerp, omdat ik het goed vind dat kinderen verschillende perspectieven zien. Je ziet nu toch vaak steeds hetzelfde gezin en dat is niet mijn gezin en ook niet het gezin van heel veel mensen om mij heen. Ik ben niet zo iemand van de barricade per se, maar ik vind aan de andere kant wel dat je je verantwoordelijkheid moet nemen om de wereld een stukje beter te maken. Noordhof wil altijd bijdragen aan leren. En ik denk dat je met meer diversiteit de afstand tussen datgene wat je moet leren en wie je zelf bent verkleint. En dat betekent dus dat als wij zoveel mogelijk kinderen, studenten een eerlijke kans willen geven om zich goed te ontwikkelen, dat wij ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en studenten zich ook in onze middelen herkennen. We zijn een jaar geleden gestart. En je merkte ontzettend veel enthousiasme, maar toch ook een zekere mate van chaos. We hadden ook behoefte aan wat meer richting. Daar hebben we hulp bij gekregen van buiten onze organisatie. Dat was heel erg welkom. Die heeft ons geholpen om de boel dusdanig te kaderen dat het ook behapbaar is. En dat je ook daadwerkelijk resultaten neerzet. Dus we hebben uiteindelijk 4 subwerkgroepjes gemaakt. Visie, cultuur, personeel en leermiddelen. We zijn nu op het punt dat we een visie hebben opgeschreven, dus wat we willen bereiken en ook waarom we dat willen bereiken. Het lange termijn doel is een diversere, inclusievere samenleving. Divers zijn we als samenleving al, maar nog inclusiever te worden. Daar moeten we als Noordhof een steentje aan bijdragen. Dat kan je niet allemaal in één keer doen, dus we hebben voor onszelf ook een aantal korte termijn doelstellingen opgesteld. Dat we bij Noordhof een wat diverser personeelsbestand krijgen waar iedereen zichzelf kan zijn, waar ruimte is voor verschillen, waar het voor je carrièreperspectieven niet uitmaakt wat je achtergrond is. En als we op een inclusieve manier divers kunnen zijn, dan hebben we daar als maatschappij denk ik ontzettend veel baat bij.